welkom bij de Spellenreporter. Mijn naam is David en vandaag ga ik niet echt een spelletje uitleggen, maar ga ik met jullie kijken welke 8 powerpacks er zijn voor Monopoly Gamer. Zoals gezegd in het filmpje waar ik het spel doornam, er zijn nog 8 powerpacks te koop mocht je met een ander personage willen kopen of het gewoon leuk vinden, zoals ik, om ze dan toch maar allemaal te verzamelen. Zijn er deze 8 powerpacks en in elk powerpackje zit een figuurtje met een extra kaart waarmee zijn special abilities opstaan. Er zijn 8 verschillende en ik moet even een complimentje geven aan spellenrijk.nl, want daar heb ik deze besteld. Op het moment dat je bij hun, ik had even gemaild voor de zekerheid, maar dat hoefde niet. Op het moment dat je bij hun 8 items bestelt, je bestelt namelijk gewoon een powerpack en er staat dan niet bij welke je krijgt. Maar bestel je er gewoon 8, dan gaan zij ervan uit dat je ook alle 8 verschillend wil. Dan krijg je ook netjes alle 8 verschillende opgestuurd. En dat is ook wel weer fijn van Nintendo, dat ze geen dichte zakjes maken waardoor je maar moet blijven kopen tot je ze allemaal hebt. Maar de pakjes zijn gewoon doorzichtig, dus je kan precies kijken wat erin zit en welke je nog nodig hebt. Nou, ik heb gewoon een willekeurig pakje gepakt en wat er in elk geval in zit is een hard stukje karton om te zorgen dat de kaartjes niet buigen. Dus dat kan gelijk de papierbak in, net zoals deze bijlage met weet ik het wat onzin. Er zit een sticker bij van het personage, leuk voor in je agenda. Natuurlijk het poppetje waarmee je over het bord gaat rondlopen. En 2 keer de karakterkaart, want er staan in maar liefst, nou ja, ik geloof 15 verschillende talen staat erop wat de special power van dit poppetje is. En gelukkig er staat ook een Nederlandse versie op. En dan gaan we gelijk doen kijken wat die special ability doet. En dat kan nu dus nu lekker in het Nederlands. Kom jij met haar poppetje op de ster terecht, dan krijg je de superstar power. En die zegt je mag 5 munten neerleggen op die superster. En dan mag je het goedkoopste vakje van een andere speler stelen. Oftewel, voor 5 muntjes kan je een straat van iemand anders stelen. En wordt met de power-up dobbelsteen de 3 muntjes gegooid. Dan mag je normaal gesproken 3 muntjes van de bank pakken. Maar Rosalina mag wat anders. Die kiest dan een van de straten die ze heeft en krijgt daarvan de huur. Kartonnetjes en papiertjes laat ik van nu even weg. Wel weer een mooie sticker. Een poppetje van Fire Mario die zijn vuurbal aan het gooien is. Komt Mario op de ster terecht, dan moeten de 2 spelers die voor hem lopen, die moeten 4 muntjes laten vallen. En voor vuur Mario geldt dan het groene schildje. Verrassend, je zou zeggen het rode schildje, maar goed. Het groene schildje, normaal gesproken moet dan de speler die voor jou loopt, die moet 3 muntjes laten vallen. Loopt die speler 4 of meer vakjes voor mij uit, dan moet hij zelfs maar liefst 5 muntjes laten vallen. Tja, en als Mario ergens is, dan is Wario natuurlijk niet ver weg. De sticker. Mario geeft je de mogelijkheid om tegen een prijs extra te gaan bewegen. Kom je op een sterrenvakje terecht, dan mag je tot 8 muntjes betalen. En net zoveel muntjes als dat je betaalt, zoveel stapjes mag je naar voren gaan. Dus ik kan zeggen, als je hierop komt, betaal ik 2 muntjes, dan mag ik 2 stapjes naar voren en dan kan ik lekker met de bos gaan vechten. En Wario werkt met het spookje. Normaal gesproken, als je het spookje gooit, dan mag je kiezen van wie je 2 muntjes steelt. Maar gooit Wario het spookje en staat hij samen met iemand anders op hetzelfde vakje, dan mag hij van die speler maar liefst 5 muntjes stelen. Dus eigenlijk wil je tijdens het spel nu niet bij Wario op het vakje staan, want stel dat hij het spookje gooit, dan ben je een sjaak, kost je dat 5 muntjes. Nou, het schattigste personage is natuurlijk Toad met sticker. Komt Toad op de ster terecht, dan krijgt hij maar liefst 5 muntjes en hij mag nog een keer de bewegingsdobbelsteen gooien en dat aantal vakjes lopen. En zijn special power-up gaat op de pauwkant van de dobbelsteen, hier. Nog steeds wordt de pauw gegooid, moeten alle andere spelers 1 muntje laten vallen. Alleen mag Toad daarna nog een keer de dobbelsteen gooien. En dan mag hij nog een keer gaan lopen. Dus Toad is heel erg van het rondrennen over het bord. En dan zijn we alweer over de helft. In de hoofddoos zit Donkey Kong en in een van de pakjes zit Diddy Kong met sticker. Komt Diddy Kong op een ster, dan mag hij tot 1, 2, 3 vakjes achteruit of tot 1, 2, 3 vakjes vooruit. En gooit Diddy Kong het spookje, dan laat hij iemand die achter hem loopt een poepie ruiken, want staat er een tegenstandertje binnen 5 vakjes achter hem, dan mag hij van die speler maar liefst 4 munten stelen. Na Mario, Wario en Vuur Mario hebben we nu ook nog Tanuki Mario, oftewel die met die staart die een beetje kan vliegen en met zijn staart kan slaan. Naast zijn sticker heeft hij ook zo zijn special powers. En komt Tanuki Mario op de ster, dan mag hij vooruit naar het eerstvolgende straat die nog niet gekocht is en die mag hij dan gaan kopen. Heb je de pech dat alles al verkocht is, dan gebeurt er niks. En gooi je met dit personage de groene dobbelsteen, dan heeft de speler voor jou pech. Want in plaats van 3 muntjes moet diegene dan 6 muntjes laten vallen. Boe! Niet schrikken, maar zo heet dit personage nou eenmaal met een boe sticker. En als boe op de ster komt,
mag hij 3 muntjes betalen en dan mag hij de supersterkracht van een van de andere spelers gaan gebruiken alsof die van hem is. En ook Boo werkt met de power-up dobbelsteen met de pauw. Weer moeten alle spelers 1 vakje, 1 muntje laten vallen. Maar als Boo deze dobbelsteen gooit, mag hij ook nog eens vooruit op het bord totdat hij een tegenstander tegenkomt in het vakje daarachter. Daar stopt hij, dus die sluipt naar achteren een speler. En dan mag hij ook nog de actie doen die bij dat betreffende veld hoort. En als last, maar zeker niet als least, hebben we natuurlijk de overbekende Luigi met sticker. Komt Luigi op de ster, dan betekent dat in een volgende beurt alle spelers, dus tot we weer bij Luigi zijn, mogen alle spelers niet meer met 2 dobbelstenen gooien, maar alleen even met hun loopdobbelsteen en laten ze de power-up dobbelsteen voor wat die is. En Luigi werkt met de rode dobbelsteen, is natuurlijk ook weer lekker verwarrend, want hij is zelf groen, maar goed. Ook dan moet de speler die hij raakt weer 3 muntjes laten vallen, maar ook in dit geval mag die speler dan in zijn volgende beurt alleen maar met de beweegdobbelsteen gooien en niet met de power-up. En dat zijn alle 8 de personages die je nog bij kan kopen voor Monopoly Gamer. En koop je zo'n pakje, dan heb je dus en van elk personage wat je koopt een sticker. Je houdt er ook nog 8 leuke kaartjes aan over, want elke kaart zit er 2 keer in. En je hebt dus 8 nieuwe personages die alle 8 weer wat anders doen. Mocht je nog vragen hebben over een van deze poppetjes, stel je dan gerust in de comments hieronder. Of stuur even een mailtje naar thespellenreporter@gmail.com. En nogmaals, dank en als tip, het spellerijk.nl. Bestel je dan 8 van deze pakjes, dan gaan zij ook zorgen dat je alle 8 de verschillende krijgt. Hoef je niks voor te doen. Mijn naam is David, bedankt voor het kijken en graag tot een volgende keer.